Voor de mensen, we zijn naar Den Haag gegaan. Ik ga nu wat korter doen, omdat Sabrina meer in het Frans zou gaan. De vorige filmpje was volledig in het Nederlands. Dus voor een korte samenvatting, dat we vanuit Nederland naar Brussel dat de Nederlanders ook vanuit Nederland gaan vertrekken. Met de bussen die komen, maar voor de Fransen is dat natuurlijk geen... Maar wat dat er wel heel belangrijk is, dat we de kijkcijfers van onze livestream in Den Haag van afgelopen zondag van SBS 6, 590.000 rechtstreeks en alternatieve media... Van Facebook, Twitter, Telegram en YouTube naar een schatting tot 3 miljoen views hadden we gehad. Alors, la semaine passée, ils ont participé, ils ont été rejoindre nos amis hollandais qui vont nous rejoindre ici à leur tour le 16. Van Clint, et alors, ils étaient de Clint van Hoven, pardon. Et ils étaient donc 590 000 personnes qui regardaient directement en direct la vidéo live. Et alors, on a les médias alternatifs Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, où ils étaient en total 3 millions de personnes, mes amis. Donc, ça, c'est c'était pour l'Hollande, j'espère que la Belgique peut faire au moins autant. Ah, un beetje beter, ja. Oh, hey, ook en er komen dus een paar massabussen vanuit Nederland die ook gaan aanwezig zijn. Onze Franse vrienden, daarom is Sabrina hier ook aanwezig, om alle onze Franse vrienden effectief ook 16 oktober allemaal met één groot gedacht allemaal naar Brussel. Donc ici, on a des bus qui vont nous rejoindre de l'Hollande. Ce qui serait sympa aussi pour nos amis de Wallonie et de France. Partagez les amis, partagez, venez ensemble, remplissez le train ensemble, les voitures ensemble, tout ce que vous pouvez faire pour vous aider les uns les autres, car la situation est très difficile pour tout le monde. Si on s'unit, on sera beaucoup plus. Goed, en op de terugweg van Nederland, van Den Haag, zijn we effectief gestopt bij ons Yannick, ons tweede slachtoffer, mensen, ons tweede slachtoffer achter Jurgen Konings. Ze hebben hem gewoon in zijn huis, s'morgens om 4:30 uur uit zijn bed getimmerd, maar niet wat teken, letterlijk, en zijn hem doodgeschoten. Er zijn 5 schoten gelost, en de reden waarom, omdat hij een eigen mening had. Hey, mensen had zijn eigen mening, en dat is natuurlijk niet akkoord voor sommige mensen in onze politiek, dat ze uiteindelijk nu allemaal blootgesteld worden aan alle corruptie dat onze regeringen zitten. Zijn eigen mening... 4:30 en ze hebben uit zijn battle een super gast, had zijn eigen mening. En als dat al niet meer dan zitten we niet in een decormatie. Zwat. Maar men begreep. Men begreep. Ik was niet. Ja, voilà. Democratie. Voilà. Donc, plus sérieusement et surtout très tristement, un petit mot quand même pour Yannick Verdeek, très important, un homme de Merksem qui a donc été tué de 5 coups de feu. C'est un militant qui aussi avait sa propre opinion et sa propre idée, comme nous, et qui le faisait savoir. Ils sont rentrés chez lui à 4h30 du matin, ils ont enfoncé la porte, on l'a trouvé donc décédé de 5 coups de feu. Énormément de force et de courage à sa famille, vraiment. Ce qui se passe, c'est juste monstrueux. Donc vraiment les gars, tant qu'on ne s'unira pas, des choses comme ça seront possibles. N'oubliez pas Jurgen Konings, on est à notre deuxième victime maintenant. Ouais. Goed, en we zijn ondertussen ook te weten gekomen dat ik ook zogezegd afgeschilderd word als terrorist. Eh? Dus voor de politieagenten en alle mensen die mij nu volgen, mensen, zou je beter hun geld ergens anders in investeren in plaats van mij te komen zoeken. Als jullie om 4:30 hier bij mij aan de deur gaan komen, gaat er niet speciaal zijn, maar die twee handen recht doen en ga je me niet moeten doodschieten. Dat is al één excuus dat we nu al ingedekt zijn. Je gaat me niet moeten doodschieten in mijn eigen bed, want ik sta nu op de terroristische lijst. Dus het is heel simpel, als jij s'nachts om 4:30 bij mij aan de deur staat, heb je die twee te maken en is het ook de kous af. Maar ik ben wel al blij, dus dan nog een keer in plaats van geld investeren om mij te achtervolgen en mij te steunen, omdat ik mijn eigen mening heb over de vrijheid van de mensen en over de schandaleuze en de corrupte praktijken van de politiek, gaat niet lukken, mensen. Ik ga sowieso niet stoppen, ik ga door tot het bittere einde en we gaan door op 16 oktober. Alors, pour les policiers, les trolls et autres qui regardent, et aussi que les gens sachent, on a ici donc quelqu'un qui a une idée, qui a une opinion, comme moi. Il a été donc poursuivi par la police, il est chassé comme un terroriste. On investit même de l'argent pour le choper, c'est très marrant. Alors on avait une petite idée comme ça, pourquoi pas prendre tout cet argent qu'on utilise pour suivre les gens comme lui, comme moi, qui les classe de terroristes, et tous ces militants qui se font vraiment harceler, pourquoi pas prendre tout cet argent que vous recevez votre gouvernement et tout simplement l'unir pour donner à bouffer à des gens qui peuvent plus bouffer, chauffer des gens qui pourront plus se chauffer. Donc voilà, déjà de ça aussi.
Zeg je wat? Voilà, ook lettergezet, dat vertaald ook, omdat ze zeggen, het zou beter al het geld investeren voor mij te achtervolgen, en de mensen steken gewoon op een rekening zetten, en ons eigen volk een beetje meer eten geven. We hebben genoeg gevallen hier ook, zijn mensen die naar het restaurant komen, geven ze eten mee, het is een schande dat ons eigen volk uit ons huis gezet wordt, hé, een sociale woning en al de rest wordt allemaal binnengepakt. Dus vanaf nu, allemaal samen mensen, zijn nu Turk, moslim, speelt allemaal geen rol. Als je niet content bent met de situatie waarin je nu leeft, allemaal naar Brussel mensen. Ja, hè? Als je de huur niet meer kan betalen, naar Brussel. Als je geneukt geweest bent door een zonnepaneel omdat je de premies niet gekregen hebt, mensen naar Brussel. De elektriciteit gaat blijven stijgen. Nu zit Mark van Rans, is ook alweer begost nu met de maskers die gaan aanwezig zijn. De komende weken gaan we weer maskers dragen en de QR-code. Het is een jaar geleden, we gaan terug in dezelfde situatie. Als je er niet mee het akkoord bent, naar Brussel. Zo simpel is het, mensen. Donc on a déjà à l'heure actuelle maintenant un monsieur Mark Van Hamst qui commence à reparler de vaccination, non de masques, et le QR code. Et le code QR. Donc à l'heure actuelle les amis, là où on a laissé passer la loi pandémie parce qu'on s'est battu pendant 2 ans, mais elle est quand même passée, on va bien se la prendre. Donc on recommence déjà dans ce petit système et dans ce petit jeu qu'il faut absolument maintenant bloquer immédiatement. Je suis complètement perturbée, mais vous savez, quand ça vient pas droit et que je suis un peu dans la traduction, un peu perturbée, c'est l'hyperactivité. Hein. Ouais. Donc, déjà ça, on va se refaire prendre dans cette manipulation. Si vous êtes content dans la situation dans laquelle vous êtes, j'ai envie de dire, restez chez vous, c'est très bien comme ça, faites-vous plaisir. Par contre, si ça vous emmerde, l'augmentation, l'inflation, le gaz, le pouvoir d'achat, tout le système d'éducation, le système dans lequel on est, ben moi je dirais venez à Bruxelles. Venez à Bruxelles le 16. Unissons-nous. Venez à Bruxelles le 16. À moins que vous êtes content de la situation, restez chez vous, j'ai envie de dire. Goed, en ook nog een ander ding is voor de mensen die zeggen dat we voedseltekort hebben. Hé, de fabriek van Hak heeft 8400 zonnepanelen op het dak liggen. En ze gaan ook de fabriek dicht doen. Dat is allemaal dikke zever, mensen. Ze doen de fabrieken dicht. Waarom? Omdat ze de mensen op straat willen zetten, mensen tekort willen kweten en voedseltekorten. We hebben ook... maar ik ga dat eerst laten vertalen. Hé, ça va, kom eens aan, Pibit. On a l'usine Hak, qui veut fermer son usine. Hein. Alors, parce que, soi-disant, je sais pas quoi. Mais il y a quand même plus de 8000 panneaux solaires qui sont installés dans cette usine, donc ils ont tout à fait la possibilité de continuer à produire. Quand on vous parle de rupture alimentaire, de rupture de stock, de rupture de tout, de gaz, d'électricité, de tout ce que vous voulez, maintenant ça fait 2 ans qu'on dit des choses qui sortent, il serait peut-être temps de commencer à nous croire. Parce que là c'est la nourriture qu'on va attaquer les gars, la nourriture. Ja. En ook voor de horeca mensen, we gaan sowieso gaan ze alle deuren dicht doen bij ons. Het is gewoon belachelijk dat we een plastic rietje wat we moeten drinken, wordt nu karton. Maar de beenhouwers en de grote Carrefour zijn aan het verdwijnen, mensen. En de kleine verpakkingen met 4 celletjes, salami, espkaas, zijn allemaal in kleine verpakkingen en allemaal in plastic, mensen. Het is één grote klucht. We laten ons allemaal vangen door de corrupte regering met hun leugens en ze mogen stoppen met hun leugens en we mogen allemaal effectief op straat komen. De beenhouwers gaan dicht. 60% in Nederland. Ze zitten met een inflatie van 17% in Nederland. 60% van alle bakkers en beenhouwers die gaan volgende maand verdwijnen, mensen. 60% van alle beenhouwers. 60% de toutes les boucheries en Hollande sont en train de mettre clé sur porte, les amis. Il se passe exactement la même chose ici. On subit une inflation de 17%. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Donc la clé sur porte vient partout. Si vous ne vous réveillez pas maintenant, ne vous réveillez plus. Ouais. Goed, en dat is ook allemaal voor de mensen die dicht doen. En het wordt ook tijd voor de mensen. Het is eerst de kleine mensen dat ze genomen hebben. Nu komen de middenstanders. En dan op het einde van de rit komen alle ambtenaren. Want nu hebben jullie de ambtenaar nog nodig voor de rekeningen te sturen, de recommandees te sturen naar de mensen voor de betaling te doen. En van zodra dan alle mensen hun geld kwijt zijn en dat ze niks meer hebben, hebben de ambtenaren ook niet meer nodig. En hinder zit het volgende. Nu wij nog een mooie wedden van 3000, 3500 in de maand. Ze gaan het alles afnemen. Maar nu gebruiken ze je eerst nog voor de kleine mens en de middenstander aan te schrijven voor alles te doen verdwijnen. Voor het moment, on utilise encore notre nos fonctionnaires, pardon, qui sont encore très bien payés. Ils touchent toujours leurs petits 3-4 000 euros par mois. Et pourquoi ils sont toujours là? Bah, c'est simple. Hein. On a d'abord attaqué la toute petite personne. Ensuite, maintenant, c'est la classe moyenne qui va disparaître. Mais vous inquiétez pas, hein, les gars, vos 3-4 000 euros, quand vous aurez fini d'être payés pour envoyer les factures et pour faire subir l'oppression aux gens, on va vous dégager aussi, hein, vous les aurez plus non plus. Ce sera fini, même pour les fonctionnaires. Ja,
goed. We gaan het afronden, want ik denk dat we redelijk lang bezig zijn. Dus mensen, als je niet content bent met het leven wat je nu al leeft, dat je tekort komt aan eten, dat je niet content bent van de zonnepanelen, Brussel. Zijn er mensen die gestorven zijn? Zijn er mensen die gestorven zijn door de corona? Dat ze het niet willen toegeven, alhoewel dat ze eerst alles mogen doen. Voor, mag dat vast dan? Dus eerder mensen niet meer content zijn voor dit of dat, daar effectief allemaal naar Brussel. Ja? Er zijn genoeg slachtoffers. De kankers worden gestimuleerd. De dokters hebben het toegegeven. Vorig jaar was het allemaal spuiten, spuiten, spuiten. En nu geven de dokters en topartsen zelfs, die mensen die 15 jaar voor Pfizer gewerkt hebben, geven nu toe dat zo rap mogelijk moet stoppen. Ja, goed. Les médecins qui ont travaillé pendant 15 ans pour Pfizer commencent enfin à sortir de leur petite coquille pour dire que même les cancers sont stimulés, les gars. Je connais des gens qui font des syncopes de 30 ans. J'ai des collègues de travail qui se moquaient de moi parce que j'ai pas voulu me faire vacciner. Qui me disent, bah tiens, Sabrina, c'est fou, j'ai pris la troisième dose, j'ai pas encore 40 ans, mais quand je reste debout pendant 5 heures, je suis obligée de m'asseoir et je me sens pas bien, il faut que je fasse un somme. Les gars, maintenant, il est vraiment le moment de vous réveiller. On est dirigé par des criminels, vraiment des criminels. Il faudra être aidé par au-dessus. Peut-être que l'État, un jour, va se mettre en mouvement, hein, l'armée et tout le reste va suivre, mais ils auront besoin de la population dans la rue. En soutien. Tant que nous, on ne sera pas tous dans la rue, là-haut, ils ne pourront pas suivre. Zoals ik zei, Hanske, dat is een eigen mening. Ik denk dat ook het leger en daarbovenop ooit zal volgen. Maar wij als kleine burgers moeten samenkomen en genoeg zijn om hen te ondersteunen, dat zij dan ook het gemak hebben om de waarheid te kunnen spreken. Ja, ook en daarom mensen ook, als wij het volk opstaan, zal de politie volgen, het leger zal volgen, ze zullen ook aanwezig zijn trouwens in Brussel, de brandweer is sowieso ook aanwezig in Brussel. Als wij het volk opstaan, want de politie is een publieke dienaar en hij staat ook maar op voor het volk, en als hij ook zijn werk niet doet, kan hij die persoon ook ten van de maand zijn rekeningen niet betalen. Dus wij het volk moeten opstaan en ze gaan ons allemaal volgen mensen. Het wordt tijd dat we allemaal samen op straat komen voor onze vrijheid en onze vrijheid van onze kinderen. Il est vraiment temps qu'on se lève tous, les gars. Encore autre chose, on l'a toujours dit et on le dit depuis longtemps. Le jour où on sera suffisant, la police, l'armée et tout le reste va suivre. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Donc c'est très 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 important maintenant qu'on se lève tous. Si vous n'êtes plus d'accord avec la situation, venez à Bruxelles. Et si vous venez pas, c'est que ça vous convient très bien, ne venez pas vous plaindre après. Goed, dat kan er nog even een kort mede, want in een vorig filmpje in het Nederlands hebben we, voor de mensen die nog aan het luisteren, ook in het Nederlands, maak je een eigen filmpje, maak een eigen selfie, samen naar Brussel, de reden waarom naar Brussel, en we gaan een mooie complicatie wat we hadden maken, oh, spel er allemaal anders, en wat, een complicatie? Dat is compilatie. Compilatie, maar ja, het is wat dat is, mensen, come on, de rest speelt een rol. Maak je er één filmpje, de reden, samen naar Brussel, zeg dat je niet content zit, alles wat dat is, maak een kort filmpje, 30 seconden of 1 minuut, je mag het doorsturen naar mijn messenger, ja, via Facebook stuur je filmpje door naar mij, en we gaan dan die complicatie mooi in elkaar steken tegen maandag, voor een mooi promofilmpje, voor allemaal samen naar Brussel, ja, en voor de mensen die in Brussel uithalen voor een of andere reden niet kunnen maken, zondag 16 oktober, om 2 uur, allemaal buiten op straat, applaudisseren voor de mensen die gaan betogen een hart onder de riem te steken. Maak je eigen filmpjes. Smijt het op Facebook. Dat alles overstroomt en dat ze niet verder kunnen van de media van te luisteren naar het gewone volk. Wij zijn het volk. Wij zijn de macht. En wij gaan door tot het betere einde. Bravo. Ça voilà. Pour les gens qui veulent, et on l'a demandé, s'il vous plaît, faites-nous, envoyez-nous des petites vidéos à Hans ou à moi, pas de problème, je lui enverrai. Faites-le 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, dites, venez à Bruxelles, pourquoi, comment, ou juste, venez à Bruxelles, faites une photo, envoyez-la nous. On va faire une petite vidéo promotion qu'on lancera, à mon avis, lundi. Et sinon, tu es de voir, filmtje. Filmtje, maar voor Bruxelles. Mais oui. Et après, il faut que je dorme. Maar allez. En dat ze allemaal moeten opzetten en dan allemaal naar Brussel gaan. En voor één complicatie te maken. En dan 14 uur. Oui, voilà. Il faut vraiment que je dorme. Mais entre nous, c'est compliqué. Mais pas, je dors pas ici. Je ziet, après, je commence à dire des bêtises. Ja, ja. Mijn nieuwe vriendin is al zit. Ja. Nee. Ze moet slapen, maar ze slaapt hier niet. Voor de meeste mensen, als ze niet bij hen, maar was wat. Zo wel een leuk zijn. Ze zijn dat toch pas, ze zijn dat moe, weet je. Donc, pour les gens, 14h, qui ne peuvent pas venir à Bruxelles dimanche, s'il vous plaît, faites-le. Il faut faire du bruit. C'est en faisant du bruit qu'on sera entendu. Si vous ne pouvez pas venir à Bruxelles, pour quelque raison que ce soit,
sortez devant chez vous, dans la rue, n'importe où, applaudissez, faites du bruit, prenez vos casseroles, filmez-vous, mettez-le en ligne, que les médias ne peuvent plus fermer les yeux. Faites du bruit.